Breda Nu. Je weet het meteen. Van voetbal tot hockey en van curling tot wielrennen. Het is straks allemaal te zien in de nieuwe sportsbar in Breda. Breda Nu kreeg een exclusief kijkje achter de schermen en sprak met de eigenaar. Ja, was daar de reden van? Je gaat natuurlijk een concept bedenken. Ik hou zelf heel erg van sport, om vooral op sport te kijken. Dus verder een middelmatig sportief type. Maar we hebben gezien in Breda dat er nog niet voldoende gelegenheden zijn waar je echt sport kunt kijken. Er zijn wel een aantal horecagelegenheden die dat wel nog doen natuurlijk. Maar inderdaad vrij beperkt op voetbal gericht of inderdaad op wat populairere sporten. En dan vaak natuurlijk op de Nederlanders gericht. Natuurlijk heb je wel vaak nog Engels Engels voetbal. En wij willen dat uitbreiden. Ik vond het voornamelijk zelf heel erg mooi dat je daar de Nederlandse sportgeschiedenis bij betrekt in je interieur. Dus ik vind het heel leuk om de geschiedenis ook daarvan terug te halen. Dus er zal ook een stukje terug te vinden zijn van NAC met de oude foto's daarvan. Het is een bepaalde beleving die je mee gaat krijgen hier. Dat spreekt me heel erg aan en vandaar de sponsor. Het café is nog in aanbouw, maar de eigenaar verwacht dat het met de officiële opening op zaterdag af is. We gaan waarschijnlijk, dat is misschien al meteen we weten het niet zeker, maar op 16 juli komt Gert Jacobs, dat is een oud wielrenner. Die zal hier een aantal anekdotes vertellen, die zal hier anderhalf uur geïnterviewd worden. En daarna kun je dan de Tour de France kijken. Dus wij gaan live sport combineren met de spreker. En dat gaan we dus nu voor de eerste keer dan op zondag 16 juli met Gert Jacobs doen. Maar dat kunnen we ook gaan doen met de Formule 1, met de Eredivisie, Olympische Spelen. Daar heb je een hele hoop varianten op natuurlijk. En dat willen wij tussen de 6 à 10 keer per jaar willen wij dat gaan doen. Breda Nu. Je weet het meteen.